So, Richie, what have you come to see me fantastic. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik heb vandaag voor jullie geen vlog, maar een shopvlog zoals jullie kunnen zien. En het is nu echt super koud in Nederland, dus ik heb in samenwerking met Boohoo mijn lievelingsitems voor herfst uitgekozen. Voordat ik hiermee ga starten, ga ik weer mijn kortingscode met jullie delen. Die is nog steeds Miriam, geldig tot volgende week, is nog heel erg kort. En met mijn kortingscode Miriam krijg je 20% korting op alles, inclusief sale. Dus je krijgt zelfs 20% korting op sale. Dus ga er nu gebruik van maken. Ik ga alle links van deze items hieronder zetten. Daar kun je op klikken. En dan kan je mijn kortingscode Miriam daarop gebruiken. Ik wil alvast gaan starten, maar jullie hebben natuurlijk mijn nieuwe kapsel nog niet gezien. Aangezien het dus weer wat kouder wordt, ben ik ook voor een donkere kapsel gegaan. Wat echt perfect past bij mijn nieuwe kleren. Ga ik allemaal showen voor je, maar ik ben hier echt super blij mee. Als eerst heb ik een topje aan van Boohoo. Van de vorige collectie eigenlijk nog. En ik heb een nieuwe spijkerbroek aan. Van Boohoo. En die is best wel wijd. Dat vind ik echt heel fijn. Het is een recht model. En deze is van de Petite collectie. Dus voor de kleinere vrouwen. En hij zit bij mijn enkel echt perfect. Kijk. Hij zit perfect. Dus voor de kleinere vrouwen onder ons. De Petite collectie van Boohoo is echt perfect. Ik heb deze in maat 40. Maar zoals je ziet is die vrij groot. Maar dat vind ik eigenlijk heel erg fijn. Want het is gewoon een recht model. En ik hoef niet altijd per se een heel strakke broek. Ga ik over naar mijn lievelingsitems van dit seizoen. En dat zijn de teddycoats. Ik hou van teddycoats. Ik vind het herfst ook echt het leukste seizoen qua fashion. Want je kunt echt zulke leuke dingen gewoon aan. Ik vind het veel fijner dan zomer. En het komt door deze jassen. Ik begin eigenlijk met mijn lievelingsjas. En het is deze. Het is een lange bruine teddybear coat. En hij is echt heel mooi. Zelfs van binnen is hij ook echt super mooi. Ik ga deze passen voor jullie. Dit is een maatje 10. Hoe mooi is deze jas? Oh, en hij zit ook echt super fijn. Lekker warm, maar ik vind het vooral een heel mooie kleur. Ik heb in totaal 4 jassen uitgekozen. Maar dit is echt by far gewoon mijn favoriet. En ik vind het ook heel erg mooi staan bij mijn nieuwe haarkleur. Dan hebben we hier een oversized teddycoat. Die valt iets groter, dus ik heb een maatje kleiner genomen. Dit is een maatje 36. En ik heb deze al een keer gedragen. Hij is echt heel erg mooi als je hem aan hebt. Ik vind hem echt heel erg gaaf. En ik vind het ook heel erg mooi met mijn donkere haar. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook een heel mooi. Dus ik echt twijfel of ik deze de mooiste vind of deze. Maar dit is meer een beetje stoer. Weet je, zo'n hemdje eronder, zo'n jas eroverheen en dan gewoon met deze jeans. Vind ik eigenlijk gewoon echt de perfecte outfit. Ik wil jullie eigenlijk gelijk alle jassen laten zien. Maar ik vind het veel leuk om het te combineren met de kleding die ik heb uitgekozen. Dus ik ga nu voor deze kroptrui met zo'n ris. Eén van mijn favorieten. Want ik heb deze gekozen in het grijs. Ik vind deze grijs nu echt al zo mooi. Het is helemaal hip nu. Een beetje donkergrijs en het lichte grijs nu helemaal in. Ik heb deze gekozen, want ik dacht, dan kan ik het mooi matchen met deze jas. En deze jas heeft ook echt zo'n heel mooie lichtgrijze kleur. En ik heb deze gekozen omdat het echt op een badjas lijkt. En ik heb echt een verslaving aan badjassen. En het is gewoon een badjas, maar dan in een jasvorm. En dat vind ik echt gruwelijk. Ik ga deze echt rocken. Zo, ik heb het truitje aan. Hij zit echt heel erg fijn, niet te strak. En hij maakt je een beetje slanker, vind ik. Ik vind dat hij heel mooi op mijn lichaam zit. Heel erg blij hiermee. En ik heb deze dus ook, even kijken, in het zwart. Omdat ik hem echt heel erg tof vond. En dit is de jas waarmee ik het ga combineren. Ik was echt zo benieuwd naar deze jas. Maar hij staat echt best wel mooi. Ik denk alleen dat je het wel echt goed moet combineren. Wil die echt mooi staan. Want het blijft toch zo'n soort van badjas. Maar zo vind ik het echt een heel mooie, gave jas. En dan vooral als je zeg maar even snel naar de supermarkt wil en je hebt het super koud. Gewoon even deze jas eroverheen. Ik heb nu een zwarte versie aan van het kroptruitje dat ik net aan had. En daarover deze zwarte jas. Hij is echt fluffy, hij is heel erg lekker. Love it. Dan gaan we nu over naar deze jurk. Eén van mijn favoriete items. Ik heb hier een maatje S van, want ik wel wou dat deze strak ging zitten. Heel fijne jurk. Ik heb hem al gepast. Hij is eigenlijk ideaal voor de herfst-winter. Maar ook weer niet, want hij heeft maar één mouw. Oh, dit is de jurk. Het is dus een jurk met één mouw eraan. Dat vind ik echt super mooi. Ik
Ik ga even iets naar achter lopen. De lengte komt dus tot hier, zoals jullie zien. Maar ik vind hem echt zo mooi zitten op mijn lijf. Daarom heb ik ook expres voor een maatje S gekozen. Want ik wou gewoon bij dit jurkje het echt gewoon heel mooi strak zou zitten en niet wijd. Toen heb ik nog een artikel gekozen wat ik echt eigenlijk nooit zou dragen. Maar de laatste tijd vind ik het eigenlijk wel echt steeds mooier worden of zo. Ik heb alleen niks van boven erbij besteld. Dat vind ik wel jammer. Dus ik heb niet echt iets waarbij ik denk van... Ja, dat vind ik wel echt mooi om mee te combineren. Maar het gaat dus om deze rok. En het is echt een rok die best wel wijd loopt. En dat draag ik eigenlijk echt nooit, omdat het me eigenlijk best wel dik maakt. Maar ik ga het gewoon even hierboven dragen. Ik weet niet of het heel erg mooi gaat zijn. Maar ik heb ook niet echt iets wat hierbij past. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Laat maar weten of jullie het mooi vinden bij mij of niet. Of het mij dikker maakt, ik weet niet. Ik vind het wel echt heel erg mooi eigenlijk. Dan hebben we hier een heel fijne crop sweater. Ik heb hier ook een witte van uitgekozen. Ik vind deze dingen gewoon super fijn. Als je even niet weet wat je moet dragen, gewoon even zo'n sweater dragen. En dan gewoon een broek eronder, zo'n high-waisted broek. En dan ben je gewoon klaar voor de dag. Ja, ik heb nu de sweater aan. Hij is gewoon heel erg simpel. Super chill, maar ik vind het wel echt een item die je echt in je kast moet hebben. Voor de rest heb ik ook deze jogger uitgekozen, omdat ik deze kleur gewoon super mooi vind. Hij zit echt super fijn. Het is trouwens een jogger die tot je enkels komt. Laat even zo zien. Hij zit echt super fijn. Ik hou van deze stof. Ik ga even laten zien hoe die eruit ziet. Alleen ik zou het wel combineren met een lichte top erboven. Dus echt gewoon een beige of een witte top eigenlijk. Beter dan deze en dan met deze jas eroverheen. Ik vind het zwarte niet zo mooi hier. Maar als ik hier een lichte top aanhaal of een truitje op, zo zou ik het veel mooier vinden. Ja, yeah, I love it. Dan heb ik hier als laatst deze broek. En het is echt een heel sportieve, mooie broek. Ja, en die kleur, wat is het eigenlijk voor kleur? Zo bruin, oranje of zo. Maar ik vind dit echt, echt een herfstkleur. Ik had deze dus eerst in het maat 40 besteld. Maar die was echt best wel groot. En ik had toch liever een 38. Dus ik heb ook nog een 38 gekregen. Dus een maatje 38 aan. En hij zit zo. Het is weer een broek van de Petite Collectie. Dus voor kleinere vrouwen. En de link van deze broek volgt ook hieronder. Even achteruit lopen. Zo kunnen jullie hem iets beter zien. Hij zit echt heel erg fijn. Dit is de achterkant. Eigenlijk zou ik deze broek liever combineren met iets lichts erboven. Dat heb ik nu even uitgeprobeerd. En ik vind het gelijk ook wat mooier staan eigenlijk. Ik vind het veel mooiere outfit dan net. Zo jongens, het was het alweer. Dit waren eigenlijk al mijn items voor herfst die ik heb gekozen. Ik hoop dat je het een beetje leuk vindt. Laat me onder weten wat jouw favoriete item is. Die voor mij is denk ik toch deze jas. Vergeet niet mijn kortingscode Miriam te gebruiken voor 20% korting op alles. En alle linkjes hieronder. Tot snel weer. Doei!